In de studio is Willemijn van Helden met haar gitarist. En hij heeft zich wel voorgesteld, maar dat ben ik al vergeten. Maar dat vraag ik straks alweer. En ze treden op als Willow mee. Dan heb je gewoon de hele dekking. En Willemijn komt straks bij mij aan tafel zitten. Maar ze gaan eerst een nummer voor ons spelen. Willow May, dat is de bandnaam. Ja. Met zoveel zijn jullie? Nu heb je alleen de gitarist bij je. Ja. Op de cd spelen we met een bezetting van 16. En, had net op het podium gestaan. Had gepast. Het gekund zo? Jawel, nou, jawel, jawel. Met een hoop instrumenten erbij. Dan wordt het krap. Ja, dat ja. En dat is ook in de bezetting, waar we mee spelen volgende week vrijdag. Ja. Nou, want volgende week vrijdag is de cd-presentatie. De pre-release, ja. Dus hij is nog niet uit. Okay. En het is een presentatie voordat de cd uitkomt. Dus om te laten horen eigenlijk wat er dus op die cd gaat gebeuren. Ja. Ja. En de cd is tot stand gekomen met crowdfunding en geld van vrienden, kennissen, bekenden? Ja, klopt. We hebben
uiteindelijk ruim 17.000 euro bij elkaar gekregen. Ja, om die CD te kunnen produceren. En dat was ook wel echt nodig. En dat was fantastisch, want daardoor konden we gewoon precies doen eigenlijk wat we wilden met de muziek, de arrangementen. Dat is wel iets wat tegenwoordig heel erg modern is. Tegenwoordig doe je het zelf en dan zorg je zelf voor de middelen op een of andere manier. Ja. En dan de mensen die heel veel geld hebben gegeven, die krijgen de cd automatisch thuisgestuurd. Ja. Dat is natuurlijk ook het voordeel, want je weet al voor een heel veel hoeveel je er verkocht hebt. Ja, klopt. En zo heb ik het juist niet gedaan. Okay. Ik heb... denk ik het te weten, zit ik er weer naast. Ja, nee, maar dat doen wel veel mensen inderdaad. Dat ze dan de cd ook aanbieden. Maar wij hebben dat niet gedaan, omdat de cd nog geproduceerd moest worden. En vaak is de cd al geproduceerd en doen mensen dan nog een crowdfundingsactie. Dan kunnen ze gelijk die cd ook sturen. Ja, en dat had ik niet. Die moest nog helemaal geproduceerd worden. Maar ik heb nu voor het concert weer een crowdfundingsactie opgezet, omdat het gewoon heel duur is om zo'n grote band neer te zetten. En de productie die wij gaan doen volgende week ook gewoon erg prijzig is. Er zijn gewoon heel veel mensen bij betrokken. Maar in die crowdfundingsactie bied ik wel weer de cd aan. Ja, okay. Dus zo ga je een beetje heen en weer van wat voor tegenprestaties je biedt met die crowdfunding. Dan zeg je 16 man op de cd. Hoe is het instrumentarium opgebouwd? Zit er heel veel zang bij, een koor bij? Of? Nee, er zitten op de cd zijn er meerdere lage backing vocals. Maar live zijn het er twee backing vocalisten. Mm-hmm. Ik dan natuurlijk. We hebben 4 strijkers en 4 blazers. Oké. Okay. En op de cd wordt dat ook nog een beetje gedubbeld her en der. Maar dat is natuurlijk live dan niet. Maar volgende week spelen we inderdaad dus met 4 strijkers, 4 blazers. Akoestisch gitarist, elektrisch gitarist. Hij speelt dan elektrisch. En Jan... Dan staat hij onder spanning. Nu niet. Ja, dan moet hij echt presteren. Nou, dan Jan doet hij nou ook. Ja, zeker. Dat is hartstikke goed. Nee, ik ben heel blij, want normaal gesproken speel ik die duo dingetjes vaak met Jan, met de akoestisch gitarist en ook componist van de stukken. Mm-hmm. Maar David die kan het ook heel goed en dan kunnen we afwisselen, dus dat is helemaal top. Ja. Ja. Want jullie spelen eigen werk allemaal? Ook de hele cd allemaal? Jij tekst, hij muziek? Of hoe is de verdeling? Ja, dus we hebben het eigenlijk... Dat verschilt een beetje per liedje, hoe de liedjes zijn ontstaan. Hoe ze hebben geschreven. Ik heb in ieder geval alle teksten geschreven. En vaak was het zo dat Jan met een klein stukje kwam met een riffje of een stukje akkoordenschema. En dat we bij elkaar gingen zitten. En dat ik daar eigenlijk heel... organisch een tekst bij had. En dat paste goed in elkaar. En zo zijn heel veel liedjes ontstaan. Dus deels, de muziek is vaak gedeeltelijk door hem en gedeeltelijk door mij geschreven. Eerst muziek, dan tekst? Of wisselt dat ook? Ja, okay. Ja, meestal had ik de tekst al wel, hoor. Ja. Nou, was je ooit een Struis in Schiedamse en je bent verhuisd? Ja, je had hier een muziekschool. Heb je die meegenomen naar je nieuwe adres? Ja, klopt. Ja. En ik ben ook nog les gaan geven in Spijkenisse. Okay. En daar heb ik ook een aantal leerlingen van hier mee naartoe genomen. Ja. Volgende week de preview van de cd. Kunnen mensen daar komen kijken? Ja, heel graag. En waar moeten ze dan zijn? Het is in Grounds in Rotterdam. Dat is bij het SKVR-gebouw en het WMDC, Codarts-gebouw, Pieter de Hoogweg. Mm-hmm. En mensen kunnen daar zeker komen kijken. Met die crowdfundingsactie hebben we het zo bedacht dat iedereen die een donatie doet, maakt niet uit wat voor bedrag, dat die sowieso gewoon gratis bij het concert naar binnen kunnen komen. Naast de tegenprestaties die er nog meer tegenover staan, tegenover de donatie. Maar je kan ook een kaartje kopen aan de deur, dat is 10 euro, of via de Grounds website en dan is het 7,50. Ja, okay. Dus echt, als ik het even zeggen mag, een topprijs voor wat je krijgt. Ja, ja. Want er staan gewoon muzikanten van het Metropoolorkest op het podium. Nou, bij het Metropoolorkest kom je niet voor 7,50. Dus, nee, en dat is wel, daar ben ik ook wel heel blij mee dat dat zo kan. Dus ik hoop ook gewoon dat er heel veel mensen denken van, nou, 7,50 vind ik goed te doen. Ik ga er eens heen. Ja. Moeten ze gewoon doen. Ja. We gaan het ze straks nog een keer vertellen. Maar ik hoor gewoon veel liever eigenlijk muziek. Ja, tuurlijk. Dus, ja, nou, ik ook. Dus ik zou zeggen, speelt liever dan dat ik praat. Dus ik ga weer gauw naar het podium. I am the rose of Sharon, the lily of the valley. As the lily among thorns.
thorns is my love among the daughters, as the apple tree among the trees of the woods. It's my beloved among the sons. Oh, I am the rose of Sharon, the lily of the valleys. As the lily among thorns is my love among the daughters, as the apple tree among the trees of the woods, it's my beloved among the sons. Whoa. I long to sit in his shade, and his fruit was sweet to my taste. He brings me in the White House. The only thing I see is his love. Oh, ooh, 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 ooh. I am the rose of Sharon, the lily of the valleys. As the lily among thorns, my love among the daughters, as the apple tree among the trees of the woods, it's my beloved among the sons. Ooh, ooh. Stay me with raisins, comfort me with apples, for I'm sick, sick of love's left and is under my head. And his right arm holds me so tight. Stay me with raisins, comfort me with apples, for I'm sick, sick of love's left and is under my head. And his right arm holds me so tight. Let us hear these couple words, not stir nor awake my love. Daughters of the world, let us hear these couple words, not stir nor awake my love. I am the rose of Sharon. I am the rose of Sharon. Oh, stay me with raisins, comfort me with apples, for I'm sick, sick of love's left and is under my head. And his right arm holds me so tight. Me with raisins, comfort me with apples, for I'm sick, sick of love's left and is under my head. And his right arm holds me so tight. Daughters of the world, let us hear these couple words that stir nor awake my love. Daughters of the world, let us hear these couple words. Dank jullie wel. This love's patient, this love's kind. It just does not envy, just isn't blind. It always protects, it trusts in it all. The perfect, the greatest love of them all. Oh, yeah. This love's patient, this love's kind. It just does not envy, just isn't blind. It always protects, it trusts in it all. The perfect, the greatest love of them all. You ask me to write songs about love. Love with a capital L. Love with a pride, love with a doubt, the love you expect us to feel.
This love is patient, this love is kind. It just does not envy, just isn't blind. It always protects, it trusts in it all. The perfect, the greatest love of them all. Couldn't you ask us to write about hate? Hate is much easier to describe. Hate is stronger, less longer. Oh, with hate there are tears yet to wipe away. This love is patient, this love is kind. It just does not envy, just isn't blind. It always protects, it trusts in it all. The perfect, the greatest love of them all. If I had to write songs about pain and cries, I would just have these perfect six lines. If I had to write songs about pain and cries, I would just have these perfect. Love isn't patient, love isn't kind. Love always envies, love is so blind. It makes me feel awful, makes me want more tears. Makes me write more songs and have way better careers. But maybe that's just not what it is. This love's patient, this love's kind. It just does not envy, it is blind. It always protects, it trusts in it all. It always hopes. Why can't you see the most perfect love there will ever be? Spring, new and fall. Around me, see the wild roses near me. I'm trying to inhale the scents of perished mandrakes, forgetting both of our mistakes. No one can hear me. No one will see me. I'm sauntering on the harsh bricks of this endless road. I'm toiling under my dead load. I feel you in everything I am. The remembrance of you again. No one can hear me. No one will see me crying aloud. I don't want anyone near me. I don't want nobody. 'Cause I'm wrecked by the love you left me alone with. I'm screaming my head off. Why is it that you hear?